In opgave 111 hebben we twee katrollen tegen elkaar aan, waarvan de bovenste wordt vastgehouden. We willen weten wat de tension is in de rol zodra rol B wordt losgelaten. We willen ook de hoekversnelling van beide rollen weten. Een logische plek om te beginnen is de formule met de som van de momenten van A. We moeten dan eerst de moment of inertia uitrekenen van de cilinder die A is. De formule hiervoor kun je opzoeken in Hibbler en is een half mr². Een half 8,09² is 0,0324 kilogram vierkante meter. De eerste formule die we hebben wordt dan 0,09 keer de tension is 0,0324 alpha A. Hetzelfde voor som van momenten om B. Omdat deze ook nog beweegt, moeten we het in dit geval doen met het kinetische moment. Voor het gemak rekenen we vanuit dit punt op de roller O. 0,09 keer 9,81 keer 8 is gelijk aan 0,09 keer 8 keer AB plus de moment of inertia 0,324 keer alpha B. Dit is onze tweede formule. We kunnen ook de som van de krachten in de y-richting doen. Som Fi is gelijk aan m mal Ai. De tension van de rol, min 9,81 keer 8, is gelijk aan 8 keer AB. Deze versnelling werkt naar beneden en is dus negatief. Dit is onze derde formule. We hebben alleen vier variabelen, T, alpha A, alpha B en AB. We gaan de kinematica ook eens proberen. De versnelling van B is de versnelling van O plus de versnelling van B gezien vanuit O, tangentiële component, plus de versnelling van B gezien vanuit O, normale component. We hebben dan AB is A0 plus 0,09 alpha B plus 0. Dat is een vierde formule, maar we moeten ons nu ook zorgen maken om de variabele AO. Als we kijken naar het plaatje zien we echter dat deze versnelling gelijk is aan de versnelling op een punt van rol A. A0 is 0,09 alpha A. We hebben nu vijf formules en vijf onbekendes. Het invullen en uitwerken van deze formules levert alpha A is 43,6 radialen per seconde kwadraat, alpha B is 43,6 radialen per seconde kwadraat, de tension is 15,7 newton, AB is 7,85 meter per seconde kwadraat en A0 is 3,92 meter per seconde kwadraat.